Ik sta hier naast de nieuwe gast 320 Ace. Die samen met de gast 620 Ace als laatst lid van onze staande ketenfamilie is geüpgraded naar het eSmart Insight regelplatform. Dat betekent dat wij heel veel nieuwe mogelijkheden gaan ontsluiten op het gebied van regeltechniek. Verbinden aan een gebouwbeheersysteem, maar ook beheer op afstand wat we hiermee mogelijk gaan maken. Los van het regelsysteem hebben we natuurlijk ook het inwendige van de ketel flink aangepakt. En dat betekent bijvoorbeeld dat we met deze ketel ook straks op een mix van 20% waterstof en 80% aardgas kunnen draaien. Een van de speerpunten tijdens de ontwikkeling van de ketel was ook het installatiegemak. Hoe eenvoudig is het om een toestel van dit grote vermogen in een gebouw te plaatsen en op te stellen? Net als bij zijn voorganger hebben we gewoon de wieltjes onder het toestel behouden, waardoor die heel gemakkelijk door een gebouw heen te rijden is. Hij is ook zeer compact, hij past door elke deur in elke lift. In het toestel zit ook een terugslagklep, zodat je met een cascadeopstelling heel gemakkelijk meerdere ketels met elkaar kunt verbinden zonder externe voorzieningen. En tot slot, we hebben ook in het toestel de verlichting aangebracht, die we met de meegeleverde powerbank heel eenvoudig ook kunnen aansluiten zonder dat er al stroom aanwezig is. De gas 320 Ace en ook de gas 620 Ace kan echt volledig op wens van de klant worden samengesteld. Dat betekent dat heel veel accessoires, bijvoorbeeld op het gebied van regeltechniek, maar ook op het gebied van gastechniek, vooraf gemonteerd kunnen worden in het toestel. Dat gebeurt in onze fabriek in Apeldoorn, waar elke ketel echt als maatwerk wordt samengesteld en ook volledig getest de fabriek verlaat. Op het gebied van connectiviteit is de gas 320 Ace helemaal voorbereid om te kunnen communiceren met het gebouwbeheersysteem. Dat doen we door middel van een busprotocol, waardoor je heel gedetailleerde informatie uit de ketel kunt halen. Zowel op het gebied van de data die hij verzameld heeft als de parameterinstellingen. En daarnaast heeft de ketel ook de mogelijkheid om Remeo Connect aan te sluiten. Met Remeo Connect kan een installateur gedetailleerde servicemeldingen krijgen indien gewenst. En het voordeel voor de installateur daarbij is dat je van tevoren al weet welke storing de ketel heeft, zodat je de juiste onderdelen bij je hebt en ook in één keer het onderhoud of de service kunt uitvoeren. Ook op het gebied van duurzaamheid hebben wij deze ketel verder doorontwikkeld. En dat zie je onder andere terug bij de stikstofemissie, waar dit toestel, de gas 320 Ace, echt met afstand de laagste uitstoot heeft in deze vermogensreeks. In vergelijking met alle andere toestellen die op de markt verkrijgbaar zijn, is ook het enige toestel in deze vermogensreeks dat in aanmerking komt voor de MIA-FAMU-regeling, waardoor de gebouweigenaar een groot belastingvoordeel kan krijgen. En hij voldoet daarmee ook aan de strengste BREEAM-eisen. Kiezen voor deze ketel is echt een toekomstbestendige keuze. Thank you.